Het Rotary Young Leadership Award project, Raila, een gezamenlijk project van de Rotary Service Clubs in Suriname, is gisteren afgesloten. Tijdens dit project is middels een trainingsprogramma aan ongeveer 125 jongeren tussen de 14 en 30 jaar kennis over leiderschapskwaliteiten bijgebracht. Personal coaching, conflicthantering, beroepskeuze en carrièreplanning waren enkele onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Aan het eind van het trainingstraject hebben Rotarians uit verschillende beroepsgroepen career talks gehouden. Deze Rotary Clubleden informeerden de jeugdige participanten rechtstreeks over hun beroep, het carrièrepad en de opleidingen die zij hebben gevolgd om te komen tot een succesvolle carrière of business. Dus je hebt een divers gezelschap van aannemers, architecten, ingenieurs, mensen die een geneeskundige achtergrond hebben, doktoren, psychologen, etc. Die eigenlijk al, behalve de opleiding hebben gedaan, ook een succesvolle carrière hebben doorlopen. En die dan nu beschikbaar zullen zijn op de zondag om de jeugd rechtstreeks te informeren over hoe ze dat hebben gedaan. Om zo de mensen te inspireren, de jongeren te inspireren, om te kiezen voor een bepaald beroep. Zodat ze zelf ook later succesvol kunnen zijn en een goede bijdrage kunnen leveren aan dit mooie land. Mario Mirhai van de Rotary Club Paramaribo Residence over afsluiting van het Raila. Het Rotary Young Leadership Award project ging vrijdag 5 mei van start en is gisteren afgesloten. Het project is gehouden op het Lalaroep-complex.